Well, there's a songbook. We hebben hier een liedboek in het Arabisch. Oh, it is. All right. Het is een beetje verwarrend voor de preek. Well, thank you, dear brother, for those good words. Lieve broeder, dank u wel voor die mooie woorden. And I'm glad you are here. Ik ben blij dat jullie hier zijn. So let me see if you heard me speak last night or today. Would you raise your hand? Als jullie mij gisteravond hebben horen spreken, steek even je hand op. Well, quite a few new brothers and sisters are here. Nou, er zijn toch wel een paar nieuwe broeders en zusters ook vanavond. And this evening I got rice, which is good news. Deze avond heb ik rijst gegeten en dat is goed nieuws. David Carroll, if you are there, if you can bring me one of our sponsor cards and missionary profile. I don't know where you are, if you are here. David Carroll. Yeah, he's going. It's an amazing gathering in many ways. I told my wife over the telephone and my secretaries, what a unique experience to be here in another land. Het is een hele bijzondere samenkomst hier zo. En ik heb ook mijn vrouw opgebeld en mijn secretaris of secretaresse om door te geven wat een geweldige samenkomst het hier is in Nederland. I told my wife the brother who is translating for me. Ik zei tegen mijn vrouw, die vertaler van mij, is a 27-year-old mental patient. Dat is een 27-jarige psychiatrische patiënt. Now, he's a wonderful doctor. He's a wonderful doctor. Zachtmoedigheid is een vrucht van de geest, hè, broeders en zusters. Thank you. This morning I mentioned about brothers and sisters, missionaries in India and Nepal and Pakistan, many countries serving God. Deze ochtend heb ik al gesproken over zendelingen in India, in Nepal, Pakistan en allerlei delen van de wereld die God daar dienen. And it was such a joy to meet with quite a few brothers and sisters this afternoon that know about Gospel for Asia. They've been praying for us and they're part of this journey. En het was een vreugde voor mij vanmiddag. Heb ik een aantal mensen ontmoet die ook betrokken zijn bij het werk van Gospel for Asia, die voor ons bidden. En het was fijn om hun ook te ontmoeten. And I would ask you to please go to our website and learn more about what is going on. En ik wil jullie graag vragen om ook naar onze website te gaan en ook zelf wat meer informatie op te zoeken over wat we doen. And someday when we get to heaven, we'll meet so many people, my millions, that made their way to heaven because of our life here on earth right now. Op een dag zullen we in de hemel zijn en dan zullen we misschien miljoenen mensen tegenkomen die daar in de hemel zijn, ook mede door de manier waarop wij hier op aarde hebben geleefd. There are missionaries that are going, there are those who are sending them to go. Er zijn zendelingen die gaan en er zijn ook mensen die zendelingen die zijn gegaan ondersteunen. And ask the Lord to give you a burden for people that do not know the Lord. En ik wil jullie vragen om de Heer te bidden om je ook een last te geven voor de mensen die hem nog niet kennen. And if you like to know about how to link your life with one of those missionaries on the mission field, you can still go to a table out there in the kitchen there or in the dining room and get one of these cards. En als je graag zou willen weten hoe jij betrokken kunt raken bij zo'n zendeling of bij meerdere zendelingen, dan staat er in de keuken een tafel en daar liggen deze kaarten. And when you sign up to pray and support one of these native missionaries. En als jij je daar inschrijft om te gaan bidden en een van die zendelingen te ondersteunen financieel. It's about $30 a month you do. En dat kost ongeveer $30 per maand. Then 2-3 other people join with you to support that same missionary. En dan zullen er 2 of 3 andere mensen zijn die ook diezelfde zendeling zullen ondersteunen. And when you sign this card and give it to us, you can actually get the profile. All the details about the missionary. En als jij die kaart invult, dan krijg je van ons ook een kaart mee met het profiel van die zendeling, waar gegevens van die specifieke zendeling opstaan. And once in a while you hear from the mission field what God is doing through them. En eens in de zoveel tijd zul je dan ook een bericht krijgen van het zendingswerk wat die zendeling doet.
And we are praying someday that we will have possibly an office in Netherlands. En we bidden dat we ook op een dag misschien een kantoor hier in Nederland zullen hebben. And our conviction is that the Lord gives us the opportunity to know him and also at the same time to make him known. En onze overtuiging is dat de Heere wil dat wij hem kennen, maar ook dat wij hem bekend maken. It's all about Jesus. Het draait allemaal om Jezus. So I encourage you to visit our table tonight or tomorrow. Dus ik wil jullie bemoedigen om vanavond en morgen die tafel te bezoeken. Let's read a couple of verses from the scripture, Hebrews chapter 12. Laten we een aantal versen lezen uit de schrift. Verse 1 and 2. Hebreeën hoofdstuk 12, vers 1 en 2. Dat zijn de eerste versen die we gaan lezen. Hebreeën hoofdstuk 12, vers 1 en 2. It's our invitation to see the Lord clearly. En daar gaat het over imitatie, over navolging en over de Heere scherp kunnen zien. And if you can please read that. Verse 1 en 2. Ja. Hebreeën 12, vers 1 en 2. Wel nu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Did you read till verse 4? We lezen ook vers 3 en 4. Want let toch scherp op hem die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. U hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde. This invitation to see the Lord Jesus Christ. Deze uitnodiging die hier staat om de Heer Jezus te zien. And it says we are in a race. En dan staat daar dat wij in een wedloop zitten. And says look at him. En dan staat er kijk naar hem. Consider him. Denk na over hem. So that you will not give up. Zodat je niet zult opgeven. There's another passage of scripture in 2 Corinthians. We gaan naar een ander schriftgedeelte in de 2 Korinthebrief. Chapter 3. 2 Korinthe hoofdstuk 3. Verse 18. Vers 18. 2 Corinthians chapter 3 verse 18. 2 Korinthe 3 vers 18. Please read it. Daar staat, wij allen nu die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de geest van de Heere bewerkt wordt. And then chapter 4 verse 1. En dan lezen we ook hoofdstuk 4 vers 1. Daarom, aangezien wij deze bediening hebben naar de barmhartigheid die ons bewezen is, verliezen wij de moed niet. It is something you and I are called to do. Dit is een roeping die jij en ik hebben gekregen. Here we are told, look to Christ who is the author and the finisher of our faith. Er staat hier geschreven en we krijgen hier de opdracht, zie op Christus, de auteur en de voleinder van ons geloof. The tremendous amount of opposition temptation for us to give up the faith. Er is een geweldige hoeveelheid verleiding en oppressie waardoor we het geloof zouden kunnen willen verlaten. And so when I've been talking to you about the invitation Christ gave, follow me. En ik heb het al eerder gehad over de uitnodiging die Christus ons geeft. Volg mij. The question is how do you do that? En de vraag hoe doe je dat? I'm the opposition we have from Satan and the world and self is to keep us from Christ. En de strijd en oppositie die we kunnen ervaren van de Satan en van de wereld, die kan ertoe leiden dat we als het ware verwijderd worden van Christus. So we had to make a choice continually to keep the Lord before us. En dus moeten wij voortdurend een keuze maken om de Heere voor onze ogen te houden. How do we do that? Hoe doen we dat? Fundamentally God's word. In de eerste plaats door Gods woord. In 2 Corinthians chapter 3. In 2 Korinthe hoofdstuk 3. It says beholding in the mirror we see a face. Daar staat, terwijl wij kijken als in een spiegel, zien wij een gezicht. What is the mirror? Wat is die spiegel? James says God's word.
En in Jacobus staat er, het is de spiegel van Gods woord. So when you read the Bible, dus als jij de Bijbel leest, what do you see? Wat zie je dan? A lot of people are seeing their needs fulfilled. Heel veel mensen zien daar hun behoeften vervuld worden. America is a very strange place for many things. Amerika is om verschillende redenen een heel rare plaats. When I first went to America, toen ik voor het eerst naar Amerika ging, 1974. In 1974. That's before you were born. That's 14 years before I was born. Dat was 14 jaar voordat zijn vertaler geboren was. I went to a restaurant and asked. Toen ben ik naar een restaurant gegaan en daar vroeg ik the waitress the name of her food. Aan een van de bedienders de naam van het voedsel daar. She said hot dog. Ze zei een hotdog, dat is wat je aanwijst. I ran away. En ik ben weggevlucht. I asked her, do you in America people eat dog meat? En ik vroeg aan haar, aan die serveerster, eten mensen in Amerika hondenvlees? I didn't know what hot dog was. Ik wist niet wat een hotdog was. Then I drank something. En vervolgens dronk ik daar iets. I threw up. En ik moest overgeven. It was Dr. Pepper. Het was Dr. Pepper. Americans tried to kill me. Ik dacht dat de Amerikanen mij probeerden dood te maken. But I survived. But then I began to learn about the church. Maar vervolgens begon ik daar te leren over de kerk. A German actually did a research and got his PhD about American church growth. En er was een Duitser die heeft daar een onderzoek gedaan en is daar gepromoveerd op een onderzoek over kerkgroei. That 85% of the growth of the church actually people going from one church to the other church. En hij ontdekte dat 85% van alle kerkgroei die daar plaatsvond kwam doordat mensen van de ene kerk naar de andere kerk gingen. It is like supermarket. En dat is net als een supermarkt. You go around, you pick what you want. Je gaat de ene keer kies je die supermarkt en de andere keer een andere. You like the preacher? Je vindt de predikant een leuke predikant? You stay there. Dan blijf je daar. After 6 months? Na 6 maanden? He will preach something difficult? Dan predikt hij iets wat jij moeilijk vindt? You leave him. Hopla, dan ben je weg. For the next church. Ga je naar een andere kerk? Music. Muziek. The question is, what can I get from all this? En die vraag die mensen zich vaak stellen is, wat kan ik allemaal ontvangen in die kerk? And they have thousands choices. En er zijn duizenden keuzes. And people actually are gravitating toward Christianity and church based on their needs met. En de mensen worden als het ware in het christendom binnengeleid en verleid, zodat hun behoeften vervuld kunnen worden. What was the call of Christ? Maar wat was de roeping van Christus? To follow him. Om hem te volgen. They had to give up all. En om dat te doen moesten ze alles opgeven. It was not for them, but for him. En dat draaide niet om hun behoeftes, maar het draaide om hem. And the prosperity gospel, why it became so popular? Waarom is dat welvaartsevangelie zo populair geworden? I am not saying God will not bless his people. Ik zeg niet dat God zijn volk niet zal zegenen. But is that the reason for us to follow Christ? Maar is dat de reden waarom wij Jezus volgen? Forgiveness of sin is important. Vergeving van zonde is heel belangrijk. Escaping hell is important. En ontsnappen aan de hel is belangrijk. Going to heaven is important. Het is belangrijk om naar de hemel te gaan. But what about recognizing he made us and we are not our own? Maar wat veel belangrijker is, is dat we erkennen dat hij ons heeft gemaakt en dat we niet van onszelf zijn. And God does comfort us with his word. En God troost ons met zijn woord. He gives us peace. Hij geeft ons vrede. He meets our needs. Hij komt onze behoeftes tegemoet. But when you read the Bible, maar als je de Bijbel goed leest, our longing must be to see the face of Jesus. Dan moet ons hoofdzakelijk verlangen zijn om het gezicht van de Heer Jezus te zien. And it says here, en hier staat the geschreven, Holy Spirit then changes us from within to be like the one we see in the mirror, the face of Jesus. Dat als we de Heer Jezus aangezicht aanschouwen, dat de Heilige Geest ons van binnenuit verandert naar het beeld van Jezus. When you got up this morning, toen u vanochtend opstond, you looked in the mirror. Heeft u in de spiegel gekeken? Did you see my face? Heeft u mijn gezicht gezien? If you did, als je mijn gezicht hebt gezien, you need to talk to him. Dan moet je met mijn vertaler spreken.
So when you read God's word, dus als jij Gods woord leest, you see the Lord Jesus Christ. Dan zie je het aangezicht van de Heer Jezus Christus. What keeps us from seeing him? Maar hoe komt het dat we hem zo vaak niet zien? You read that in chapter 3. Dat kun je lezen in hoofdstuk 3 van 2 Korinthe. Veil on our face. Een sluier over ons aangezicht. Of materialism. Bijvoorbeeld van materialisme. Pride and arrogance. Trots en hoogmoed. Self-centeredness. Zelfzucht. Unwillingness to give up what we want. En niet bereid zijn om onze eigen lusten op te geven. Sins and burdens that hold us down. Zonden en lasten die ons naar beneden trekken. If any man cleanse himself from these things, the Bible says. En de Bijbel zegt, als een man zich reinigt van deze dingen. So, when we long for one thing to be like Jesus. En dus als we naar één ding verlangen om zoals Jezus te zijn. The Holy Spirit is there to work. Dan zal de Heilige Geest ook werken. Why the Holy Spirit came? Waarom is de Heilige Geest gekomen? To give us goosebumps. Om ons kippenvel te geven. Or make us go crazy. Of om ons allerlei rare bewegingen te laten maken. No, Jesus said when he comes he takes things of mine and show them to you. Nee, Jezus zegt als de Heilige Geest komt dan zal hij uit het mijne nemen en hij zal het aan u verkondigen. And for him we are willing to do anything. En voor hem zijn wij bereid alles te doen. He is a reason for living. Hij is voor ons de reden om te leven. Some years ago one of our staff from the United States went to the mission field and met this young man. Een aantal jaar geleden is een van onze personeelsleden van onze zendingsorganisatie is naar het zendingsveld gegaan en daar kwam hij een jonge man tegen. He was one of the young people studying at the Bible school. Hij was een van de jonge mensen die bij de Bijbelschool studeerde. And he came from a radical, fanatical religion that hated Christ and Christianity. En hij had een achtergrond van dat hij uit een radicaal fanatiek geloof kwam wat een hekel had aan het christendom. And when he was studying in college, he heard about the Lord Jesus Christ and he gave his life to him. Maar toen hij aan het studeren was op de middelbare school, toen hoorde hij van de Heer Jezus Christus en toen gaf hij zijn leven aan hem. And he told his parents about it. En hij heeft het ook aan zijn ouders toen verteld. They kicked him out of the house. Ze hebben hem het huis uitgeschopt. He had to walk away from the clothes he was wearing, nothing else. Hij kon alleen maar het huis verlaten met de kleding die hij aan had en verder kreeg hij niks mee. And he ended up in a Bible school. En uiteindelijk kwam hij in een Bijbelschool terecht. So this staff person asked about his faith. En deze, dit personeelslid van mij vroeg aan die jonge man naar zijn geloof. Are you not sad you lost everything? Ben je niet bedroefd dat je alles bent kwijtgeraakt? You lost your parents. Je bent je ouders kwijtgeraakt. You lost your sister. Je bent je zus kwijtgeraakt. You lost your future wealth. Je bent ook je toekomstige rijkdom kwijtgeraakt. And education. En je opleiding. Are you not sad? Ben je niet bedroefd? He responded. En hij antwoordde. I am very sad. Ik ben heel bedroefd. But. Maar. He must. If I must choose again, als ik opnieuw zou moeten kiezen, I rather have Jesus than anything and everything in this world. Zou ik liever Jezus hebben dan ook maar enig ander ding in deze wereld? You know, there's a song like that in English. Weet je, er is ook een lied wat daarover gaat in het Engels. I rather have Jesus than anything. Dat lied zegt: ik heb liever Jezus dan enig ander ding. He saw Jesus. Deze broeder zag Jezus. He became the pearl of great price. En Jezus werd voor hem de parel van grote waarde. And my brothers and sisters. Lieve broeders en zusters. I just got one message. Ik heb maar één boodschap. The Lord Jesus Christ. De Heer Jezus Christus. For him we are. Voor hem zijn wij. Willing to give up everything and whatever it means. Wij moeten alles opgeven en wat het ook betekent. But the question is. Maar de vraag is. Do we see him clearly? Zien wij hem wel scherp? And each one of us must answer that for ourselves. En die vraag moet ieder van ons persoonlijk voor zichzelf beantwoorden. I don't know if you heard the name Francis Chan. Ik weet niet of u wel eens heeft gehoord van broeder Francis Chan. He's a very dear friend to me. Dat is een hele goede vriend van mij. And a couple of years ago, he went to India with his wife and children. En een paar jaar geleden ging hij samen met zijn vrouw en kinderen naar India. And he said, "Oh, Brother KP, I'm coming there. I'd like to see you."
En hij zei, broeder Kepi, ik ga naar India toe. Ik zou je daar graag willen ontmoeten. I said, Francis, I'm going to be in Orissa. Would you please, you will have time to come? Ik zei, Francis, ik ben op dat moment in Orissa. Heb jij tijd om daar naartoe te komen? He said, yeah. Hij zei, ja. So, he with his wife and children came to attend a week-long service in Orissa. Dus hij en zijn vrouw zijn naar Orissa gekomen om een wekenlange dienst die daar gaande was bij te wonen. Oh, we had some 10,000 to 12,000 people in that gathering. En we hadden in die samenkomst wel 10.000 tot 12.000 mensen. It was a gathering of all the believers. They come together once a year for this convention. Het was een soort jaarlijkse conferentie waar alle gemeentes, alle broeders en zusters uit de omgeving naartoe kwamen. And so he was ministering God's word. En daar was hij dus Gods woord aan het doorgeven. Then he said, I'd like to meet some of these people. Vervolgens zei Francis, ik zou graag een aantal van deze mensen willen ontmoeten. Yeah, I said, talk to them. Ik zei, tuurlijk, ga met ze praten. So he will have some translators and people who will help him to communicate with them in the native language. Dus Francis kreeg wat vertalers met zich mee, zodat hij met die mensen kon praten. So he spent hours talking to them. Dus hij heeft uren met die mensen gesproken. Then he would say things like this. En vervolgens zei hij dan dingen zoals dit. I cannot believe. Ik kan dit niet geloven. And he was talking about people he met. En hij had het over de mensen die hij had ontmoet. You see, just before that we had the persecution. Weet je, kort daarvoor was er vervolging. And of the churches we planted. En van de kerken die wij geplant hebben. Of 1,000 homes of these believers were destroyed by the anti-Christian fanatics. In die vervolging waren er recent 1,000 huizen vernietigd door anti-christelijke fanatiekelingen. And one brother said, en één broeder zei, they killed my wife in front of me. Ze hebben mijn vrouw voor mijn ogen gedood. And some of them, en een aantal van hen, showed him the wounds on their bodies. Lieten aan Francis de wonden op hun lichamen zien. The scars. De littekens. Because they will not deny Christ. Omdat ze Jezus Christus niet wilden ontkennen. Option was given, you deny your Jesus, or this is what we're going to do to you. Ze hadden de keuze gekregen, of je ontkent Jezus, of we gaan dit met jou doen. He said he never saw anything like this. Francis zei, ik heb nooit zoiets gezien. No, God gave them grace during that persecution. Weet je, God heeft hun genade gegeven tijdens die verdrukking. The question I ask myself. Maar de vraag die ik aan mezelf stel. If someone want to kill my wife, als iemand mijn vrouw zou willen doden, my children, mijn kinderen, because I love Jesus, omdat ik van Jezus hou, how would I respond? Hoe zou ik dan reageren? In myself, I wish I can tell you, oh no problem, let them kill me. Ik zou willen dat ik uit mezelf zou kunnen zeggen, oh geen probleem, dood me maar. I don't have that courage. Maar ik heb die moed niet. But the simple believers, maar deze eenvoudige gelovigen, having come from such darkness, die uit zulke duisternis waren gekomen, worshiping strange gods, die rare goden hadden aanbeden, they now love him. Die hadden Jezus nu lief gekregen. They understood the meaning of Jesus and his cross. En ze hadden begrepen wat de betekenis was van Jezus en het kruis. And they will not deny him. En ze wilden hem niet ontkennen. And today think about the Christians in Iraq. Denk vandaag eens na over de christenen die er nu in Irak leven. And the Syrian Christians. En in Syrië. Thousands of them are laying down their life. Duizenden christenen daar hebben hun levens afgelegd. You know, there are people who say, oh, nothing. No, it's not like that. It is very serious. Ja, het is heel ernstig. Het is niet niks. They believe in this Jesus and see him more valuable than their life. Maar zij geloofden in Jezus en ze zagen hem als kostbaarder dan hun eigen levens. And that's what Paul said. En dat zegt Paulus. We do not give up. Wij geven niet de moed op. Because we see Jesus. Want wij zien Jezus. I want to encourage you to pursue the Lord Jesus Christ. En ik wil jullie bemoedigen om de Heere Jezus na te jagen. Long to become like him. Verlang ernaar om te worden zoals hij. Trials and difficulties will always be there. Beproevingen en moeilijkheden zullen er altijd zijn. But in the midst of that. Maar te midden van dat alles. If he is before you. Als hij voor jouw ogen is. You can survive. Dan kun je het overleven. Look at the book of Acts. Kijk naar het boek Handelingen. 30 years of church history. 30 jaar kerkgeschiedenis. In chapter 16 we find Paul and his co-worker in prison.
En in hoofdstuk 16 van Handelingen, daar zien we Paulus en zijn medewerkers. He is beaten up and abused. Hij wordt geslagen en vervolgd. But singing? Maar hij is aan het zingen. Praising God? Hij prijst God. I will say, Paul, what is wrong with you? Ik zou zeggen, Paulus, wat is er mis met jou, man? I'm hurting. Ik heb pijn. And it's difficult. En het is moeilijk. But Paul would say, I want to enter into the suffering of Christ that I may know him. Maar Paulus zou zeggen, ik wil binnentreden in het lijden van Christus, zodat ik hem mag kennen. Some of you can't even spend a day without eating and drinking. Sommigen van jullie kunnen niet eens een dag doorbrengen zonder eten of drinken. Forget about fasting for a week. Forget about fasting for a week. Laat staan dat je een week zou kunnen vasten. Our Christianity sometimes is so weak. Ons christendom is soms zo zwak. We can't think about the suffering in this journey with Christ. We kunnen ons nauwelijks voorstellen hoe dat lijden kan zijn in die reis met Jezus. But I can tell you this. Maar ik kan u wel dit zeggen. Jesus said. Jezus heeft gezegd. If anyone want to follow me, als iemand mij wil volgen, let him deny himself. Laat hem dan zichzelf ontkennen. Take up his cross daily. En zijn kruis dagelijks opnemen. And follow me. En mij volgen. Love me more than father, mother, son, daughter, even your own very life. Je moet mij meer lief hebben dan je vader, je zoon, je vrouw, je dochter en zelfs je eigen leven. So see him in the midst of your difficulties. Dus kijk naar hem te midden van je moeilijkheden. I don't know what you're going through. Ik weet niet waar u doorheen gaat. Maybe your family difficulties. Misschien heb je moeilijkheden in je familie. Maybe like that dear brother in India. Misschien heb je net zoals die lieve broeder in India. Your relatives and family members don't care about you. Is het zo dat je familieleden je de rug toe hebben gekeerd? They just don't see Jesus the way you see him. Omdat zij Jezus gewoon niet zien zoals jij hem ziet. It is not physical persecution, but sometimes it is emotional and mental. Soms is het geen fysieke verdrukking, maar is het emotionele of verstandelijke verdrukking. And you're alone in this journey. En je voelt je helemaal alleen staan in deze reis. Maybe at your work. Misschien is het op je werk. People laugh at you. Dat mensen je uitlachen. They don't understand you. En ze begrijpen jou niet. But remember, maar onthoud dit. Jesus faced all suffering for us. Jezus heeft al dit lijden voor ons al gedragen. Consider him. Let op hem. Meditate on him. En overpeins Jezus. And the Lord give you strength. En dan zal de Heer je kracht geven. But what happens when we fail? Maar wat gebeurt er wanneer wij falen? Oh, that's a problem. Oh, dat is een probleem. When I'm doing well, it's okay. Als ik het allemaal goed doe, dan voelt het goed, dan is alles oké. Okay. When I sin. Maar wanneer ik zondig. When I fail. Wanneer ik faal. What do I do? Wat moet ik dan doen? Jesus, disciples, Peter was a great leader. Jezus' discipelen en dan vooral Petrus. Petrus was een geweldige leider. And you know the story. En jullie kennen het verhaal. He said, oh, I will never deny you. Hij zei, ik zal u nooit ontkennen, Heer Jezus. Ik zal u nooit verloochenen. In the end, he denied Jesus. En vervolgens verloochende die Jezus. And his heart broken. En zijn hart was daarover gebroken. What use? What use? Wat voor nut? Why should I try again? Wat voor nut is er nog om dit opnieuw te gaan How proberen? Many times I said I will not do it. Hoe vaak heb ik wel niet gezegd dat ik hem niet zou verloochenen? But again and again and again. Maar opnieuw en opnieuw en opnieuw heb ik dat toch gedaan. And the pride and all the other stuff that we deal with. En de trots en al die andere dingen waar wij ook mee te maken hebben. And then the devil comes. En dan komt de duivel. Accuses us. En die beschuldigt ons. You did it. Jij hebt dit gedaan. You failed. Je hebt gefaald. God hates you. God heeft een hekel aan jou. You are rejected. En hij keert je de rug toe. And we feel and learn and live with this guilt and condemnation. En dan gaan we leven met schuld en veroordeling in ons hart. So it was with Peter. En zo ging het ook met Petrus. He said to the disciples, the co-workers. Hij zei tegen zijn medewerkers, de andere discipelen. I'm going to go back to my old business. Ik ga weer terug naar mijn oude beroep. So he did. En dat deed hij. And there Jesus goes after him. En vervolgens gaat Jezus toch achter hem aan. Jesus didn't ask him anything. En Jezus vroeg hem niks anders. If I were Jesus, als ik Jezus zou zijn geweest, I would say something like this. Dan zou ik zoiets gezegd hebben. Peter,
Petrus. What a crazy man you are. Wat een rare man ben jij. I loved you so much. Ik had je zo lief. I cared for you. En ik zorgde voor jou. I forgave you. Ik heb je vergeven. What did you do to me? Maar wat heb jij met mij gedaan? You denied me. Je hebt me verloochend. And I will try to make him feel the worst sinner on planet Earth. En ik zou mijn best doen om hem eventjes zo slecht mogelijk te laten voelen als de slechtste zondaar op aarde. I don't want to go after him. Ik zou niet achter hem aan zijn gegaan. But that's me. Maar zo ben ik. I spend about 300,000 air miles a year traveling and speaking. Ik krijg ongeveer 300 air miles per jaar door de hoeveelheid vluchten die ik maak om overal te spreken. 300.000 air miles. We're good. Often I speak in the pastors. Heel vaak spreek ik met voorgangers. Christian leaders. Christelijke leiders. There are a few times deep into the night. Some places somebody want to talk to me. En soms gebeurt het dat nog diep in de nacht op bepaalde plekken mensen met mij willen praten. And someone will say, I'm a pastor caring for 2,000 people. En dan komt er iemand naar me toe en die zegt, ik ben een voorganger in een kerk en ik zorg voor 2,000 mensen in die kerk. I fell in sin. Maar ik ben in zonde gevallen. Nobody knows. Niemand weet het. I'm scared. En ik ben bang. I'm guilt-ridden. En ik zit vol met schuldgevoel. I don't know what to do. Ik weet niet wat ik moet doen. Where do I go? Waar moet ik naartoe gaan? When I was studying in Dallas, Texas. Toen ik nog studeerde in Dallas, in Texas. Someone I admired so much happened to be Dr. Howard Hendricks teaching at the Dallas Seminary. Toen had ik heel erg veel bewondering voor een bepaalde professor die daar onderwijs gaf, Howard Henry. He is one of the world-renowned evangelical professor. Hij is een van de wereldberoemde evangelische professors. And one time he said this. En op een dag zei hij dit. He'd been teaching at the seminary for 40 some years. Hij had al iets van 40 jaar aan die Bijbelschool onderwijs gegeven. And he kept a diary of his students. En hij had een dagboek voor zijn studenten. The students who did PhD under his mentorship. Voor de studenten die onder zijn professorschap promoveerden. Hundreds of people. Honderden mensen waren dat. Some of them great businessmen and pastors and teachers, all kind of things. Sommigen waren grote zakenlui en geweldige functies. Then I remember correctly said in 40 years of his keeping the log. En op een gegeven moment zei hij in die 40 jaar dat hij dat werk had gedaan in christen was. Only 10% survived still following Christ. Was er maar 10% van de mensen die hij had begeleid die uiteindelijk Jezus bleef volgen. Scary. Dat is beangstigend. Frightening. Dat is heel beangstigend. I began serving my Lord when I was 17. Ik begon de Heer te dienen toen ik 17 was. Now I'm 25. Nu ben ik 25. Well, the truth is I'm 65. Nou, de waarheid is dat ik 65 ben. Other day I thought about it. En ik heb daar eens over nagedacht. The hundreds of people that I worked with. Maar de honderden mensen waar ik mee heb gewerkt. How many divorced? Hoeveel van hun zijn er gescheiden? How many broken lives? Hoeveel levens zijn toch gebroken? How many no more walk with God? Hoeveel van hen wandelen nu niet meer met God? My brothers and sisters. Mijn broeders en zusters. This is a difficult road. Dit is een moeilijke zaak. It's a narrow road. Het is een nauwe weg, een smalle weg. It's a dangerous race. En het is een gevaarlijke wedloop. There will be many times you will fail. En er zijn heel veel momenten waarop je zult falen. Recently I was in a meeting when it was in Canada. Recent was ik bij een bijeenkomst in Canada. Speaking to a group of people. En ik sprak daar tot een groep mensen. So there was a question answer time. En toen was het tijd voor de vraag-antwoord tijd. So a lady stood up. En er stond een vrouw op. And said, you wrote so many books. En ze zei, je hebt zoveel boeken geschreven. Yeah, I did. Ja, dat klopt. And she described how wonderful
her Christian life became by reading my books. En ze beschreef hoe geweldig haar christelijk leven was geworden door de boeken die ik had geschreven. And she said, en ze zei, you are a saint now. Jij bent nu een heilige. Not because of my beard. Niet door mijn baard. So then she asked this question. En vervolgens stelde ze deze vraag. So, you had to repent of any sins now? Bekeer jij je nu nog steeds soms van zonde? I thought I didn't understand what she was saying. En ik begreep de hele vraag die ze stelde niet eens. Then I figured it out. En vervolgens toen ik doorhad wat ze vroeg. She was imagining I'm an angel walking on earth. Zij dacht dat ik een soort engel was die op aarde rondliep. I do not do any sin. Dat ik geen zonde meer bega. I'm perfect. Dat ik perfect ben en volmaakt. I said to her. En vervolgens zei ik tegen haar. Well, here is the truth. Dit is de waarheid. 10 years ago. 10 jaar geleden. Every day I repented 100 times. Heb ik elke dag misschien wel 100 keer me moeten bekeren. Now. Nu. I repent 1000 times. Moet ik me 1000 keer per dag bekeren. The older I get. Hoe ouder ik word. The more I see my failures. Hoe meer ik mijn eigen falen begin te zien. And the pride and the secret sins. En de trots die er in mij is en de verborgen zonden. And I'm so frightened about the wickedness of my own heart. En ik ben zo bang geworden voor de zondigheid van mijn eigen hart. And many times when I end up talking to people on the phone. En heel vaak wanneer ik bel met mensen aan de telefoon. They see me as a Christian leader, of course. Dan zien ze mij natuurlijk als een soort christelijke leider. I'm dealing with hundreds of leaders. En ik heb te maken met honderden leiders. And sometimes. En soms. I'm giving them advice and all kind of stuff. Geef ik ze advies en raad. Then I realize. En toen besefte ik my words were not correct. Mijn woorden waren niet correct. I was not saying what I said in the spirit of Christ. Ik zei de dingen die ik op dat moment zei tegen mensen niet vanuit de geest there van was Christus. Anger and scolding. Maar er was soms ook boosheid. And I'm telling you to do all kind of great things for God. En ik deed allerlei grote dingen voor God en vertelde hun daar ook over. But my own heart is not right. Maar mijn eigen hart was niet recht voor God. And then I say, oh Lord, I failed again. En vervolgens zei ik tegen de Heer, Heer, ik heb weer gefaald. Please cleanse me. Reinig me alstublieft. Daily repentance. Dagelijkse bekering. None of us are perfect. Niemand van ons is we volmaakt. All fail. We falen allemaal. But what we do when we fail? Maar wat doen we als we falen? Is God rejecting us? Gaat God ons dan de rug toekeren? No. Nee. He is coming after us. Hij komt ons achterna. With his love, met zijn liefde, with his mercy, met zijn barmhartigheid. He never asked Peter, tell me all the problems you have. Hij heeft nooit aan Petrus gevraagd om hem alle problemen te vertellen die hij heeft. Well, psychology and psychiatrists do that usually, not him. Psychologen en psychiaters die doen dat vaak wel, niet allemaal. They dissect you, analyze you, pick you into pieces. Die gaan jou helemaal analyseren en helemaal de kleinste dingetjes in je leven but op inzoomen. The problems there do not have to put it back there again. Maar het probleem is dat ze het vervolgens niet meer in elkaar kunnen zetten. I love watches. Ik hou van horloges. I have a watch 60 years old. Ik heb een horloge dat 16 jaar oud not, is. Not this one. Niet deze. And sometimes I tinker with it. En soms ben ik daar een beetje mee aan het rommelen. One time I opened one of my old watch. En op een keer heb ik mijn oude horloge opengemaakt. Dat is niet goed afgelopen. I opened it up. That was the last time I opened it. Ik heb hem open gedaan en dat was de laatste keer dat ik hem open had gedaan. I couldn't put it back together again. Ik kon hem niet meer in elkaar zetten. Don't let yourself become your psychiatrist. Zorg dat je niet je eigen psychiater wordt. Don't let the demons become the one to analyze and kill you internally. En sta niet toe dat de demonen degene zijn die jou gaan analyseren en van binnen doodmaken. You have failed. Jij hebt wel gefaald. I have failed. Ik heb ook gefaald. And we sin. En we zondigen. Not because we want to. Niet omdat we dat willen. But we are living in the fallen world. Maar we leven in een gevallen wereld. I am not promoting you to live in sin. Ik zeg niet dat jij in zonde moet gaan leven. But 1 John chapter 1 verse 8 and 9 says very clearly if we say
We have no sin. We deceive ourselves. Maar in 1 Johannes 1 vers 8 en 9 staat heel duidelijk dat als wij zeggen dat we niet gezondigd hebben, dat we onszelf misleiden. But when the Holy Spirit convicts us. Maar wanneer de Heilige Geest ons overtuigt. Where do we go? Waar gaan we dan naartoe? The blood. Naar het bloed. Jesus. Van de Heer Jezus. The cross. Naar het kruis. And we are cleansed. En daar worden we gereinigd. That's what happened to Peter. En dat is wat er met Petrus gebeurde. Jesus asked him one question. Jezus vroeg hem maar één ding. Peter, Petrus, do you love me? Heb je mij lief? Do you see me? Zie je mij? And he said, Lord. En hij zei, Heere, you know. U weet. I love you. Dat ik u lief heb. There was no question asked. En er was geen andere vraag die gesteld werd. In Gospel werd. Of Luke chapter 15. In Lucas hoofdstuk 15. We read about God the Father. Daar lezen we over God de Vader. Well, that's what Jesus was trying to say. En dat, want dat God, Jezus probeerde iets duidelijk te maken daar. And the Pharisees and the people in his time believed God is a cruel, mean, angry person. De Farizeeën en de mensen in die tijd, gelovigen rondom Jezus, die geloofden dat God een vrede God was, een boze God. To give them a better understanding, he describes about the Father and two sons. En om hen beter te laten begrijpen wie God was, begon Jezus met een gelijkenis over een vader en twee zonen. The older son is a righteous full-time Christian worker. En die oudste zoon is als het ware een rechtvaardige full-time Christian worker, een christelijke werker. And he's doing everything right. En die doet alles goed. But the younger boy, maar die jongere he is a little crazy. Die is een beetje gek. And takes his money, en die neemt zijn geld and runs away. En die loopt weg van huis. Then he wastes everything. Vervolgens geeft hij al het geld and uit, verkwist het. He is like a tramp or a beggar now. En hij eindigt als een bedelaar. What made the father to give him all the money for him to leave home? Waarom heeft die vader toch al dat geld aan die jongere zoon gegeven, zodat hij van huis weg kon gaan? It was love. Dat was liefde. You are saying, why God, you let this happen to me? U zegt misschien, waarom God heeft u toegelaten dat dit mij is overkomen? He knew that's what it takes for us to find him. Hij wist dat dat nodig zou zijn, zodat wij hem zouden kunnen vinden. So in the end the son says, dus uiteindelijk zegt die zoon, this is what I'm going to do. Dit ga ik doen. I'm going to go back home. Ik ga weer naar huis. That's what he does. Dat doet hij uiteindelijk. Father ask no questions. En dus de vader stelt geen vragen. Just embraces him. Alleen hij omarmt hem. And that's what Jesus is. En zo is Jezus. And tonight, en deze avond, if you are living with guilt and condemnation, als jij leeft onder schuld en je slecht voelt, I ask you to see him. Dan wil ik je vragen om te kijken consider naar hem. Him. Denk na over de Heer Jezus, who loves you. Die jou lief heeft. Who gave his life for you. Die zijn leven voor jou heeft gegeven. And he forgives. En hij vergeeft je. The key to everything again in our failure is seeing the Lord Jesus Christ. De sleutel in ons falen is dat we de Heer Jezus Christus moeten zien. Oh, I can go on all night talk about it. Ik kan hier de hele avond over door blijven praten. But then, maar dan, in your life and my life, in jou en in mijn leven, are we able to see Jesus' heart and his face? Zijn wij in staat om het hart en het gezicht van Jezus te and zien? His feelings and emotions. En zijn gevoelens en zijn emoties te when zien. When we think about our world. Wanneer we nadenken over onze wereld. Seeing the world through his eyes. Kunnen wij de wereld zien door zijn ogen? That's what he told the disciples in the Gospel of John chapter 4. Dat heeft hij zijn discipelen opgedragen in Johannes 4. He said, you don't see what I see. Hij zei, jullie zien niet wat ik zie. Look through my eyes. Kijk door mijn ogen. And you will do the right thing. En dan zul je het goede doen. Gisteren, I talked about this partially. Toen heb ik hier al deels over gesproken. I mentioned to you about two brothers who went to the mission field, how Brother Hussein was murdered. En toen heb ik jullie verteld over die twee broers die op het zendingsveld waren geweest en waar broeder Hussein, een van de twee, was vermoord. I told you about her father now coming from a distant village and pleading with her to come home with
his grandchild. En ik heb jullie verteld hoe zijn vrouw, nadat hij was gestorven, hoe haar vader naar haar toe kwam en pleitte aan haar om terug te komen en gewoon weer bij de familie te komen wonen en het zendingswerk achter te laten. I told you about the response of this young girl. Ik heb jullie verteld over haar reactie op dat Father, you don't understand. Vader, u begrijpt het niet. The Jesus my husband loved, I love him. De Jezus waar mijn echtgenoot van hield, daar hou ik ook van. The people that he loved. En de mensen die hij lief heeft gehad. Father, I love them. Die heb ik ook lief. I cannot come home. Vader, ik kan niet naar huis komen. I must raise my son to take my husband's place. Ik moet mijn zoon opvoeden zodat hij de plaats van mijn overleden echtgenoot inneemt. That shocked the man. En die vader die was gechoqueerd. And he continued to stay with her. En hij bleef op dat moment bij zijn dochter. Within the first 2 weeks she led him to the Lord Jesus Christ. En in de eerste 2 weken dat hij bij haar bleef, leidde zij haar vader tot de Heer Jezus. He became a follower of Christ. En hij werd een volgeling van Christus. Her pain and suffering. Haar pijn en haar lijden. Her loneliness and difficulties. Haar eenzaamheid en moeilijkheden. She could think about Jesus. Ze kon nadenken over de Heer Jezus door dat alles heen. And she says, I knew someday I will see him. En ze zei, ik wist dat ik op een dag hem weer zou I'll zien. Meet my husband. Ik zal mijn echtgenoot weer It's zien. All worth it. Het is alles waard. Because of Jesus. Door de Heer Jezus. Tonight I want to ask you the question. En deze avond wil ik jullie de vraag stellen. We so easily sing all to Jesus I surrender. We zingen zo gemakkelijk alles geef all, ik over aan de Heer Jezus. All to him I freely give. Alles geef ik openlijk en zonder terughouden aan It's hem. It's so easy for me to sing that. Het is zo makkelijk om dat te zingen, ook voor mij. Another song, My Jesus, I love thee. Of het lied Mijn Jezus, ik hou van u. I know you are mine. Ik weet dat u van mij bent. For you all the follies of sin I resign. En voor u zal ik alle dwaasheden en zonden achterlaten. Jesus, if ever I loved you. Jezus, als ik u ooit heb lief gehad. Think about those words. Denk eens nou over die woorden die wij zingen. Wherever you may be. Waar je ook bent. Wherever you are in your journey. Waar je ook bent in jouw reis met Christus. I ask you to make that commitment to him. Ik wil je vragen om die toewijding ook echt te maken aan de Heer Jezus. Take your eyes off from other people. Laat je ogen zich afkeren van andere mensen. From your own self. En van je eigen ik. Your failures and struggles. En afkeren van je eigen zonden en je tekortkomingen. Your dreams and ambitions. Je dromen en je ambities. You do not know what the future is. Jij weet niet hoe de toekomst eruit gaat zien. But you can be sure. Maar je kan één ding zeker weten. Jesus is the same yesterday, today and forever. Jezus is gisteren, heden en tot in eeuwigheid dezelfde. And he will guide you with his counsel. En hij zal jou leiden door zijn raadgeving. You may have 1,000 questions. Ja, er zijn misschien wel 1,000 vragen die je hebt. In my native language there is a word called Ottomuli. En in mijn oorspronkelijke taal is er een woord Ottomuli. You did it well. Oh, dat ging redelijk. That word means one medicine for all ills. One medicine. Oh, dat betekent er is één medicijn voor heel veel verschillende problemen. Whatever the problems. Wat voor probleem er ook is. What all the sickness. Wat voor ziekte er ook is. One medicine. Er is één medicijn voor allemaal. You don't need 10 pills. Je hebt niet 10 verschillende pillen Only nodig. One. Maar eentje. The Lord Jesus Christ. De Heer Jezus Christus. I can assure you of that. En ik kan je daarvan verzekeren. In this journey of mine. In mijn persoonlijke reis. How many places I've been to. En alle plaatsen waar ik ben geweest. Recently one of the missionaries was telling me the story about the work in leper colony. Er was recent een zendeling die mij vertelde over het werk op een lepra kolonie. This old lady who was forgotten, forsaken by her family. En vertelde over een oude vrouw die was achtergelaten en verlaten door haar familie. Because she contracted leprosy. Omdat ze lepra had opgelopen. When you become a leper. Wanneer jij leproos wordt. You lose your caste.
Dan verlies je gelijk je status, your riches, je kasten, je rijkdom in you India. Outcast. En je wordt verstoten. You wander on the streets. En je loopt rond over de straat. You beg to make a living. En je smeekt om nog iets van geld te krijgen. You are at the mercy of others. En jij bent volkomen overgeleverd aan de barmhartigheid van anderen. And she ended up in this leper colony. En uiteindelijk eindigde zij op een kolonie van leprozen. There she heard about Jesus from our Sisters of Compassion. En daar hoorden ze door onze zusters van Sisters of Compassion over Jezus. And described to her how Jesus touched the lepers. En zij beschreven hoe Jezus, toen hij op aarde was, de melaatse aanraakte. How he embraced them. Hoe hij hen omarmde. Explained to her all will die. En ze legde uit aan deze vrouw dat iedereen zal sterven. With great health or sickness. Met gezondheid of in ziekte. But there is a beautiful day coming. Maar er komt een geweldige dag. You will have a new body. Dat je een nieuw lichaam zult krijgen. And this missionary was describing to me. En deze zendeling beschreef aan mij about her giving a life to Christ. Hoe deze vrouw haar leven aan Christus gaf. And when she was baptized. En toen ze gedoopt werd. She came out of the water like an angel. Toen kwam ze als een engel op uit het water. Now she's the church. En nu zit ze daar in de kerk. She clapped her hands. Ze klapt haar handen. But she has no fingers. Maar ze heeft geen vingers. Just her stump. Alleen maar die stompjes. And she cannot close her eyelid. En ze kan haar ogen niet dicht doen. Tears when she worships Jesus. Maar er komen tranen uit haar ogen wanneer ze de Heer Jezus aanbidt. And then she says, I can't wait for the day I will see him. En vervolgens heeft ze gezegd, ik kan niet wachten op de dag dat ik hem zal ontmoeten. A new body. En dat ik een nieuw lichaam zal ontvangen. Recently somebody said this. Recent zei iemand dit. When we all get to heaven, wanneer we allemaal in de hemel aankomen. We all going to be 30 or 33 years old. Dan zullen we allemaal ongeveer 30, 33 jaar oud zijn. And the reason they think because Jesus died at the age of 33. En de reden dat ze dat denken is omdat Jezus stierf toen hij 33 was. It could be true. Het zou waar kunnen zijn. I was very handsome when I was 30. Ik was ontzettend knap toen ik 30 was. You should see my photograph. Je zou mijn foto moeten like zien. A movie star. Ik was als een filmster. You were 25. When we see him, we shall be like him. Wanneer we hem zullen zien, zullen we hem gelijk zijn. Don't stop. Hou niet op. Don't let anyone stop you. En laat niemand jou doen ophouden in het volgen van Jezus. The two things I want to tell you. Er zijn twee dingen die ik je wil zeggen. If he ever gave your life to Christ. Als jij je leven ooit aan Jezus hebt gegeven. If you're tired in this journey. En als je moe bent geworden op die reis. Pick up the courage. Neem weer moed op. It is not very long. Het is geen lange reis. He's coming back. Hij zal terugkomen. Secondly, en het tweede. If you do not know him, als je hem niet kent. Tonight is your invitation. Dan is er deze avond de uitnodiging. He is the fairest among the 10,000. Hij is de mooiste mens onder 10,000. He died for you. Hij is voor jou gestorven. Heaven is a real place. De hemel is een echte plaats. Hell is a real place. De hel is een echte plaats. You are made for him. Jij bent voor hem gemaakt. Say Jesus, here I am. Zeg tegen de Heer Jezus, hier ben ik. You're intellectual, you may not understand all about it. Misschien begrijp je het niet allemaal. I don't. Ik ook niet. But the Bible says. Maar de Bijbel zegt. Taste and see the Lord is good. Proef en zie dat de Heere goed is. You cannot know him until you trust him. Je kunt hem niet leren kennen totdat je hem leert vertrouwen. And by faith you do that. En door geloof moet je hem vertrouwen. And tonight. En deze avond I want us to close our eyes for a minute of prayer. Wil ik jullie vragen om jullie ogen te sluiten voor gebed. Wherever you may be. Waar je ook bent. There's no magic in closing your eyes. Er is geen magie gaande wanneer je ogen sluit. It gives you the privacy of being alone with Christ. Maar sluit je ogen, want het geeft je de rust om met Christus te zijn. I ask you tonight. Ik wil jullie vragen vanavond. To make this fresh commitment to him. Om je voor het eerst toe te vertrouwen aan hem. Maybe you are not struggling with any problem. Misschien worstel je helemaal niet met problemen. Maybe you are so successful. Misschien is dat helemaal niet. Everything is going well. Misschien gaat alles wel goed in je leven. And you are content and satisfied. En je bent tevreden met je leven. Can you see Jesus through the blessings? Maar kun je Jezus ook zien door al die zegeningen heen? Whatever hindering you. Wat je ook tegenhoudt. Don't let it anymore. Laat het je niet langer tegenhouden.
And as we spend this minute in silent prayer. En terwijl we deze minuut doorbrengen in stil gebed. If your decision is saying, Lord, here I am. Wil ik je vragen, als het jouw beslissing is om tegen de Heer te zeggen vanavond, Heer, hier ben ik. Either you can kneel where you are, or you can stand, whatever you want to do. Dan mag je knielen waar je ook bent, of je mag gaan staan. Do something that tells you that you are making this decision. Maar doe iets wat voor jou betekent dat jij deze keuze op dit moment maakt. As you take a minute for silent prayer. En terwijl we deze minuut nemen voor stil gebed, you respond to him. Wil ik je vragen om op hem te reageren. Lord Jesus, we want to thank you tonight for your grace and mercy. Heer Jezus, we willen u danken deze avond voor uw genade en barmhartigheid. Thank you for my brothers and sisters. Dank u voor mijn broeders en zusters. Those that made that special commitment to you tonight. En diegenen die deze avond die speciale, bijzondere toewijding aan u hebben gemaakt. Lord, whether we are sitting or standing or kneeling, you know our hearts. Heer, of we nou zitten of staan of knielen, u kent onze harten. Please create such hunger in us, O Lord, that we long after you. Schep alsjeblieft binnen in ons zo'n honger, Heer, dat we naar u zullen verlangen. Thank you for loving us. Dank u dat u van ons houdt. Thank you for giving your life for us. Dank u dat u uw leven voor ons heeft gegeven. Help us to return with our life and all that we are to you, Lord. En help ons, Heren, om u terug te geven, ons eigen leven, ons hart, alles wat we zijn. For your forgiveness and grace, we love you. En we houden van u, Heren, om uw vergeving en om uw genade. Lord, I pray enable us to see you clearly, more and more each day in this journey. Heer, ik bid u dat we u op deze levensreis steeds scherper zullen zien. Thank you for your grace. Dank u voor uw genade. In the name of Jesus Christ, our Lord. In de naam van Jezus Christus, onze Heer. Amen. 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 The Lord bless you. God zegen. We gaan eerst met elkaar naar een Engels lied luisteren. En dan hoopt broeder Ari samen met broeder Habila een lied te zingen. En dan wil ik vragen of broeder Jack Nuchter straks de samenkomst wil afsluiten. Vanmiddag vertelde hij iets wat de Heer vanmorgen gedaan heeft, ook onder de jongeren. Ik zei, nou, ik zou het fijn vinden als je vanavond daar iets van wil delen. En misschien dat je nog een woord van bemoediging, opwekking wil laten horen, maar of je straks de samenkomst wil afsluiten. Ja, na de liederen.